Maxime de Lange, een zwaar bevochten 2-3 nederlaag tegen RCA Futures. Hoe hard komt deze aan? Ja, deze komt wel hard aan. We hebben een reeks van 12 op 12 en nu hebben we verloren, 3 punten verloren. Ik denk dat we de wedstrijd veel scherper moesten beginnen, dat we daar een beetje hebben laten lopen. En dan, ik denk zeker dat de scheidsrechter wel een aandeel hierin heeft. Als die 3-1 niet valt, dan kunnen wij nog iets doen. En heel, heel makkelijk gegeven penalty, maar we moeten naar onszelf kijken. We hebben in de tweede helft gestreden ervoor, maar is net niet gelukt en dat is heel jammer. Ja, ik denk heel zuur. Als je thuis verliest is het altijd zuur. Dan nog 3 goals tegenkrijgen is een beetje te veel, denk ik, thuis. Als je er 2 maakt, is het meestal genoeg om, denk ik, het minimum een gelijk spel uit de brand te slepen. Maar ik denk dat vandaag een beetje alles tegen zat voor ons, wat de voorbije weken wel mee zat met ons. En ja, dan verlies je jammer genoeg wel van de jeugd Anderlecht, maar ik denk dat er veel meer in zat. En ik denk dat de tweede helft ook veel beter was qua agressiviteit en dominantie. Ik denk dat zij 3 keer in onze 16 zijn gekomen en ja, ze scoren gewoon 3 keer. En dat maakt het gewoon zo pijnlijker eigenlijk. Ja, een stikkeltje geluk die ontbrak en de bal moet net goed vallen en dan kan je weer aansluiten, maar jammer. Ja, het is jammer dat je dat haatje, die derde kant niet kan vinden voor toch een gelijk spel te brand te slepen, maar ja, op het einde dan rekken ze veel tijd en dat wordt een beetje de snelheid uit het spel gehaald. Het moet naar onszelf kijken en volgende week gewoon beter doen, of binnen 2 weken gewoon beter doen en de 3 punten weer gaan nemen. Ja, daar moeten we gewoon mee dealen. We moeten hier niet te veel in excuses gaan zitten. We moeten samen hier doorkomen. We hebben een positieve periode gehad en nu hebben we eventjes dat we de eerste verlieswedstrijd weer hebben. En daar moeten we ook weer doorknokken als team en dat gaat goed komen. Ja, sowieso. Ik denk een heel leuke match. Ook voor de supporters. Mooi match. Beker altijd speciaal, ook voor Lierse. Dus ja, ik denk dat we met de supporters achter ons gewoon verder moeten bekeren en de puntjes... De overwinningen moeten binnenhalen. Ja, zeker. En we weten ook dat moeilijke wedstrijd, lastige wedstrijd gaat worden. Met waarschijnlijk ook heel veel aanhang daar. Maar dat is een perfecte wedstrijd om alles weer recht te zetten. Voor jou ook een mooie dag. Je bent geselecteerd van de Nationale Belofteploeg. Mooie beloning, denk ik. Ja, zeker. Altijd mooi als je voor je land kan spelen. En kijk er naar uit om volgende week daar aan te sluiten. Succes, Max. Merci.